Doe maar dirt, doe maar dirt. Zou je eerst even willen voorstellen? Voorstellen, Junior Dutch. Kom uit Zaandam, Zaanstad. Dorpje hier verderop eigenlijk, maar Zaanstad is goed. Watch me, I'm whipping that word. Watch me, I'm whipping that word. Yeah, be leaning like sir. Watch me pull up on the curb. Pop in the top and I skirt. How about the drop in no shirt? I'm in the cut like a sir. Doing my dirt. En ben je hier opgegroeid of? Nee, ik ben geboren op Curaçao. Toen ik kwam naar Nederland op mijn 5e. Oké. Toen woonden we in Amsterdam. En van Amsterdam kwam hier naartoe toen ik 15 was, 16. Dat is nu 10 jaar geleden of zo. 10 jaar geleden. Ja. Tof. Je hebt hier al eerder gestaan, heb ik gehoord, in de Flux. Op 9 maart speel je hier. Rap je hier weer. Hoe zeg je dat eigenlijk? Normaal zeg ik altijd: speel je hier altijd, maar dat is natuurlijk meer voor bandjes. Doe je een show? Of 9 maart dan geef ik een show hier. Ja, precies. Ja. Met Vals Bezig en met Atje. Klopt. Heb je er zin in? Ja, sowieso. Sowieso. Het wordt lit. Dus het wordt ik heb een goede show. Ik heb alleen maar nieuwe tracks. Dus ik ben eigenlijk zelf ook heel benieuwd van wat iedereen ervan gaat vinden en hoe het allemaal gaat worden. Oké. Ja. Heb je al ooit eerder met Vals Bezig en Atje gespeeld? Vals Bezig niet. Atje, volgens mij heb ik jaren terug volgens mij. Ja, jaren terug was ik zijn voorprogramma. Oké. Ja, en voor de rest heb ik hem alleen een keer ontmoet met grote prijs, maar voor de rest niet veel. Oké. Ja. Nou, tof dat je dan nu met deze artiesten op het podium staat hier. Ja, sowieso dope, sowieso dope. Ja. Nou, je bent de enige die een beetje uit de Zaanstreek komt, denk ik, van de drie groepen. Ja, regelmatig wel, ja. Ja. Hoe zie jij de hip-hop rap scene in Zaanstad? In Zaanstad? Eerlijk, ik vind het best wel dope, omdat het, ja, ik ken Zaandam heel goed en de meeste rappers, ja, ons kent ons. Mm-hmm. Dus op zich, ik zie heel veel talent bloeien, waaronder, ja, iedereen eigenlijk, iedereen. Iedereen die ik vanaf toendertijd ken, dan praat ik over 3-4 jaar geleden. En nu, de mensen die ik in de laatste maanden heb leren kennen, zijn allemaal echt gewoon, iedereen gaat vooruit. Dope video's, dope lines, dope teksten. Zijn er een aantal artiesten die je zou kunnen tippen? Want ik ken eigenlijk geen andere rappers uit de Zaanstreek. Oké, ja, er is Rilis. Rilis is een Rilis 075, jonge boy. Misschien volgens mij 18, 19 jaar of zo. Maar ook echt gewoon hele dope flow, hele dope dingen. Heb je nog Mokrovic, is er ook nog. Hij komt, volgens mij komt hij uit Poelenburg. Ben met mijn broeders en het draait me weer een stier. Maar jouw vrienden zitten al die shit, dat is je kringspier. Heb het niet over getallen als ik bij je chick vier. Want je weet dat ik een knal, maar ik ben geen C4. Hij was, had ook laatst wat gedropt, ook gruwelijk. Vind ik ook echt dope. Even kijken, er zijn zoveel jongens, Rico en zo. En zoveel jongens, gewoon iedereen... is hard bezig, ik kan niet... Gaaf. Ja. Ja, tof. Zijn er genoeg manieren voor de jeugd, voor de jongeren, jonge rappers, om zich hier te profileren in de Zaanstreek? Ja. Ja en nee. Omdat natuurlijk qua het uitgaan en overal naartoe gaan is Zaandam toch redelijk klein. Dus daarvoor, ik denk wel dat iedereen heel blij is dat de Flux er is eigenlijk. Dus want... Veel heat komt hier vandaan, zeg maar. Mm-hmm. Dus in die opzicht is het ietsje minder. Maar qua mensen die met muziek bezig zijn, cameramannen, audio engineers. Gewoon, er is altijd wel een home studio of een echte studio ergens te vinden. Dus in die zin kan iedereen zich wel gewoon... goed profileren, denk ik. Oké. Ik heb het idee dat veel jongeren die naar rap en hiphop luisteren, dat ze voornamelijk inderdaad via social media daarnaar luisteren. Via Spotify en via YouTube. Maar dat er niet heel veel jongeren zijn die echt naar concerten gaan. Heb je dat idee ook? Of heb ik dat misschien verkeerd? Ja en nee. Het ligt er maar net aan. Het is...
ik ben soms op feesten geweest dat het echt helemaal vol was. En dan was het bijvoorbeeld een donderdag of een woensdag. En dan ben ik op sommige feesten geweest op een zaterdag en dan was het best wel stil. Ik weet niet hoe het komt, maar de ene keer is iedereen er, de andere keer zijn ze er niet. Ik weet het niet. Het is... Vind je het belangrijk dat mensen ook de artiesten, laat me zeggen, face-to-face zien in plaats van alleen maar op social media? Op zich, ja, ik vind het wel belangrijk. Op zich, ik wil voor de artiest zelf, is het ook leuk om te zien wie naar je muziek luistert. Ja. En om te zien van wie jij aantrekt als crowd, zeg maar. En hoe daar kan je weer op verder gaan, hoe je daarop weer kan inspelen. Van als ik muziek maak, R&B-achtige muziek, maar ik zie steeds dat... heel extreem voorbeeld, maar de gothic of de trappers, laten we de trappers maar, die komen steeds naar me toe. Mm-hmm. Dan ga ik wel een beetje aanpassen, denk ik van, hey, de trappers vinden mijn muziek wat beter, dan kan ik beter eventjes wat voor hun gaan maken, snap je? Zo zie ik het. Yeah. Zo werkt muziek voor mij, zeg maar. Maak jij muziek voornamelijk voor je fans of maak je het voor jezelf? Ik maak het voor mezelf. Als ze me een ingeving geven van hey, dit vinden we ook dope, dit vinden we ook dope, dan hou ik het in mijn achterhoofd, dan misschien gooi ik er bepaalde invloeden van wel in. Dan hoor je dat weer terug in een andere liedje, zeg maar, in een andere track. Maar op zich, ja, klinkt heel egoïstisch, doe ik het wel meestal voor mezelf. Ja. En waarom doe je dan? Is er een bepaalde reden dat het je goed laat voelen of dat je een bepaald doel voor ogen hebt met je muziek? Ja, tuurlijk. Voor mij is het is mijn eigen wereld. Dus op zich, nu zijn we hier allemaal, maar op een gegeven moment wanneer ik mijn muziek aan doe, is het mijn wereld. En ja, die is helemaal van mij. Dus ja. Dat is altijd wel lekker. Dus dat is... Want je hebt ook een nummer geschreven, OMG, wat natuurlijk al een paar jaar geleden uit is gekomen. Klopt. Tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Klopt. En dat was wel een hele politieke boodschap. Dus daarmee trad je wel heel erg naar buiten, inderdaad, met een soort van politieke boodschap. Klopt. Is dat iets wat je vaker doet? Ja, maar niet al te vaak. Omdat de reacties zijn heel, heel goed, zeg maar, positief van de crowd, zeg maar. Mm-hmm. Maar qua industrie, zeg maar, is dat staan ze er niet echt op te wachten. Dus ik doe het wel, ik zal het ook blijven doen, sowieso. Mm-hmm. Maar het is voor mij meer een extraatje wanneer ik dingen zie dat echt niet door de beugel kunnen, dan denk ik van hé, luister, iemand moet er wel wat op zeggen. I'm here to let everyone know you invested your money, now where did it go? You don't even know, you know how it go, blaming all on the point, go back to the votes, back to the drawing board, coming out all aboard, road to destruction, it's just round the corner, what is your problem, why didn't you warn us, I think we garners, line up the foreigners, oh my god, hey. Oh my god, I think he reckless, oh my god, hey. Oh my god. Denk je dat je dan daadwerkelijk ook effect hebt op zoiets? Ja en nee. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die hetzelfde denken als ik. Maar we weten allemaal dat op dit moment we niet veel kunnen beginnen. Dus als Donald Trump zegt van hey, we gaan een muur bouwen. Als hij dat doet, dan doet hij dat. We kunnen wel met z'n duizenden daarvoor de constructie gaan staan. Maar dat is het verste wat je komt. Ja. En... Dus, ja, dat, ja. En je hebt nu dus inderdaad... dat had je 2 jaar geleden, heb je dat nummer gereleased. Zijn er nu dingen waarvan je denkt van, nou goed, met Trump het is nog erger geworden dan het was? Of misschien valt het wel mee uiteindelijk? Voor mij, het valt wel mee. Ik, om persoonlijk, ja, eigenlijk, ik heb Donald Trump al zeker 4 maanden niet opgezocht op Google. Oké. Dus, ik heb geen idee wat hij voor het laatst heeft gedaan. Het zou wel een of andere schandaal zijn geweest, maar op dit moment, ik heb geen idee wat hij heeft gedaan. Hij werd een beetje onbelangrijk. Het was poppenkast. Zijn er andere politieke dingen die je nu op dit moment aangrijpen? Oh nee, nee. Ik, het liefste hou ik me er ver buiten. Het liefste, dan blijf ik weg van de politiek. Op het moment dat ik het hoor, dan gaat het te ver. Omdat als de informatie helemaal bij mij is gekomen, dan is het wel heel ver gegaan. Ja. Waar schrijf je op dit moment dan graag over? Nu, mijn doelen die ik voor ogen heb. Mijn doelen die ik voor ogen heb. Hoe ik me voel. Over het algemeen meer mijn doelen. En ja, mijn mening.
meestal mijn mening. Want meestal mensen hebben bepaalde doelen voor ogen en dan die hebben de verkeerde standpunt erbij. Dus de ene wil heel veel geld gewoon om een nieuwe Rolex te kopen. En de andere wil heel veel geld omdat die wil een nieuwe huis voor zijn oma. Mm-hmm. Dan steun ik eerder de tweede. Ja. Wat zijn op dit moment doelen die je voor ogen hebt? Nu op dit moment? Ja, niet zo'n heel groot doel, maar mijn meest primaire doel is nu eventjes naar Curaçao gaan. Ik wil mijn opa gaan bezoeken. Eventjes met hem chillen. Leuk. Relaxen. Leuk. Dat is op dit moment mijn grootste doel. En dan, ja, muziek, dat is sowieso anders wat ik vind. Muziek is gewoon, dat is er gewoon. Dat blijft ook. Dat, ja. Ah, super. En ik kijk heel erg uit naar je show in ieder geval. Ja, voor mij is dat een doel om dat ook een keer mee te maken. Dus ik hoop dat het een ontzettend tof show wordt. En we zien je snel weer. Ik weet zeker dat het een tof show wordt. Sowieso. Yes. Oké, okay, cool. Dankjewel. Thanks.